Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er liggen vrij veel wolken over Nederland. Af en toe is er een klein gaatje, maar meestal is het grijs en soms valt er zelfs een enkel spatje motregen. De grootste kans op zon in de ochtend, met name in Zeeland. Misschien ook wel elders een klein gaatje. Maar meestal is het grijs: het is 8 graden en vanmiddag gaat de temperatuur langzaam nog iets omhoog, naar 9 tot 12 graden. De meeste kans dat de zon even doorbreekt in het westen van het land. Verder is het grijs en heel lokaal een spatje motregen. Ook een stevige wind uit het noordwesten waait het bij zee minimaal vrij krachtig: windkracht 5. Dat geldt ook in de avond. Het weerbeeld verandert in de avond niet of nauwelijks. De temperatuur gaat iets omlaag. Dan morgen. Een dag met af en toe een klein beetje zon, maar vaak ook grijs weer, met soms ook een enkel licht buitje. 8 tot 10 graden, daarmee is het aan de frisse kant en het blijft stevig waaien, ditmaal uit de noord tot noordwestelijke richting. Zondag is er wat meer ruimte voor de zon, is de buienkans niet zo groot. De nacht na zondag verloopt koud, zondag overdag is het weer 8 tot 10 graden. En na het weekende blijft het licht wisselvallig, met zonnige perioden, maar ook af en toe een bui en iets te lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.